Hola, buenos días. De zon schijnt. Jee, eindelijk. We hebben 3 dagen regen gehad. Echt. Regen, bewolkt. Zijn we aan het zeuren? Misschien. Maar ik ben klaar met de regen. En het is september, dus net als in Nederland. Ik had het al afgelopen paar dagen koud. Koude handen, koude voeten, brrr. Niks voor mij. Maar de zon schijnt, eindelijk. En we gaan de stad in. Eindelijk Santiago bezoeken. Ja, we zitten er al elke keer 6 kilometer van vandaan. Ja. Maar we hebben nog niet de bus genomen die kant op. Vrijdag moest op zoek naar een pakketje. Zaterdag was ik heel dag in de kerk. Zondag was Maxdag. En misschien weten jullie het al, maar afgelopen maandag, dinsdag en woensdag waren mijn eerste werkdagen. Dus ja, dan zit je ook in de bus en met slecht weer trek je er daarna niet meer op uit. Nee, dus dat gaan we nu doen. Ja. Let's go. Vamos. En die stopt hier in Santiago de Compostela. Zie? Zelfs hier op de markt hebben ze schelpen, hele vele. Allemaal om? Omdat ze Santiago de Compostela lopen. Mooi! Hoef niet eens van het strand, zo in de stad te vinden. Santiago de Compostela, Plaza del Obradoiro. Het plein, vooral heel belangrijk voor de pelgrimwandelaars. Want hier eindigt eindelijk hun trip. Hier heb je ook kilometerpaal 0, of in ieder geval op het straatje, op het plein staat 0. En de mensen zijn helemaal blij, ze hebben schoenen uit, zijn aan het chillen, maken foto's, maken selfies. Wielrenners die blij zijn, de tocht zit erop, dus misschien moeten wij ook een keer die tocht gaan doen. Hè? Ik weet niet hoeveel kilometer het is, maar Jan stuurde net nog een foto vanuit het Drielandenpunt. Dat is een beetje ver om daar vandaan te beginnen, denk ik. We gaan Santiago van boven bekijken. Allemaal magisch. Oh, we zijn niet de enige. Moet wel een klim trotseren. Bij de eucalyptusbomen. De groene zijn de jonkies zijn een beetje grijs. En de grote zijn groen en hun barst verliest zijn schors. Hm. Dat is een jongen. En dat daar is een grote. Oh. Nou. En we lopen nu lekker door de natuur. Ik heb al 16 vogels, 32 schimmels,
53 insecten en 231 soorten planten en bloemen. Wauw. Dus. Nou, dit is het einde van onze wandeling met zoektocht naar het uitkijkpunt. Ik denk dat we de bus pakken en alsnog gaan kijken waar het uitzichtpunt is. We dachten het net gevonden te hebben, maar dat was het niet. Maar nu zitten we wel goed, toch? Ja, maar de navigatie was weer raar. Dus ik hoop dat we nu goed zijn. Het is wel weer 1,5 uur lopen, schat. Gehaald. Ja, we hebben trek. Wat komen we onderweg tegen? Bramenplanten zonder bramen. Blamen. Maggieplanten zonder soep. En tamme kastanjes die nog gekookt moeten worden. Dus de natuur voorziet in alles, maar... Ik zie zweetdruppeltjes op je voorhoofd. Die kan je ook aflikken, heb je zout. Oh, er staan hier ook auto's. Nou ja, wij hebben sportief gedaan. Mooi uitzicht hier. Het is jammer dat ik nu alleen geen chippies heb of nootjes. Ik heb toch wat gevonden, maar ja, het is een beetje een karige oogst.